Toe kom het droomdrie, misschien die beste van die 15 toetsdrieën waar die briljante center Dani Gerber tot dusver in sy internationale loopbaan gedruk het. Hier moet punte kom, een drie door Gerber. Met verstommende vaart, verstommende swing van die voeten, want hij is een groot kerel. Geen keer aan hom nie. Laaste man by is David Urban. So lyk Springbok rugby op sy mooiste. Rob Lowe, net voorbij aan Klaassen, heel achter. As hy wat deflecteer is, Klaassen wat vast met een sprint is wat help. Serpentijn. Tobias op die aanval. Stamp prachtig sy man uit die pad uit. En Frans wordt weggestuurd op die 22 meter lijn. Goed binnen toe naar Stofberg. Naar Rob Lowe. En Rob Lowe het om. Ierland geplaat door beseringsvecht moedig terug, maar Pinaar en Germeshuis baan die weg vir Gerber sy vierde drie in sy vierde toets. Gysie Pinaar wat ingekom het, Germeshuis wat binnen te snij, maar gestuid word in twee kante. Gysie Pinaar en hy moet punte kom, Gerber op pad na sy tweede drie. Tartner has gone down with it. Loose ball picked up by Lowe. Further into Heldon Hayes. Again, the defence gets across. And Heldon Hayes, let's see what referee Dainty says. He slipped in the mud and awarded a try to Burger Heldon Hayes. And the Springboks come back in injury time in the first half to put points on the board. Fontain. It's away to Gerber. He's trying to run Hunis into position. The kick is through. And a try for Johan Hunis. Well executed again. Perhaps a man or two players expecting the drop kick, but run out nicely to the right. Waiting for the front rows here to settle in. It's been a real wrestling match right in there. All day. Donaldson away to Rollison. Something's got to be on. Lachlan coming along. Cut out pass for Granger, who's lost it. Advantage will apply. Kerber. Dani Kerber, number 13, kicking ahead. He might get another late try. He has. Full marks to Manawatu for trying to run it out. But when Granger couldn't hold the pass, it was Hunis and Kerber who got control of the ball. And the ball had baie, baie skelm daar uitgekom, waar die van Servetijn opgetel het, met Idrich Kranz Larsson wat prachtig raak gevat het. En opgeleid doelijn toe. Die man om... Hulle gaan nog een paar wedstrijden, dat sê ek vir u, onoorwonne bly. Dit is een goeie span hierdie. En dit is Marais wat optel, hy probeer oorbeur. Ja, hy het om! Marais het om! Rob Lowe is by hom, Johan Marais is daar. Die verdediging. Damp and it's very slippery. That was a great jump by De Villiers Visser. And a nice break by Dutoy. Tobias and Duplessis out to Mort. Nice little move through to the left. Back to Carl Duplessis again and a try. That puts the Springboks into the lead after 34 minutes. And we rather suspect it may have been Vaidon Klaassen. Suggesting that the Otago man carry the ball over with his boot. Now Klaassen. Keldon Ace and Bormorant again waiting for a diff. Fisher's there still fingers it out.
Here it comes. The two Duplessis. And now Raymort. Well taken there by Purvis. Klaassen trying to find his way over. He's lying on the ball, but the referee's already made his decision. Yes, definitely Klaassen this time. And a very fast. Looking for perhaps a jump here with him, the Springboks right in attack. Loveridge has it, backing into trouble. Someone's down. Well, Mark Shaw was involved in something there with this man. Let's look again. Look for Mark Shaw. Pulls him. And then there's a bit of a swing and a big right hand from Mark Shaw. Loveridge. Casey Pienaar back. Ray Mort. Oh, a punch up now in midfield. Fraser's involved. And this is bad indeed. Darius Porter came in and dropped someone from behind. And that is bad, bad business. 2 minutes left. The Springboks have been pretty brave towards the end here. Porter running it. Danny Gerber. Lockie Cameron hanging on. Now Ray Mort swinging a good pass. Into Norman. And it's Henny Becker that got the try. Ja. Kan Beck. Heer Silver bij om. In de stand is Mike Klem. Gerry Germesijs bij om. En daar trekt Germesijs en hier kan punten komen. En hij gaat hem drukken, het om! Goes to Dip Visser. To Border, picked it up nicely to Gerber. And here's Pienaar up to Jenny Gerberseis. The defense is across. Well, that's a fine try. And Gerberseis singles his return with a great try in the corner. Mister Sekantu. Stamp springer in Harry Leenstam, maar Andy Hayden heeft die bal in die hand. En een mooi loopie door Kevin Ramsey. Drijf voor en toe. Maar het is een geweldige geweld. En een goede afleverbeweging door die kop van Farrell. Hier is Gerry Germesijs op voor de dribbel. Hier kan gevaar wees. Germesijs komt nog steeds voor en toe. En met zijn vaart gaan die bal recht rol voor om. Nog steeds dribbel hij voor en toe. Dani Gerber is daar. Hij telt op. En hij scoort in die hoekie. Hij die overkouwe stem kan amper niet bijblijven. Maar... baie goed gedinkt door Gerry Germesijs. De speeltijd is amptelijk verstreken. Net zo'n manikio wat passeringstijd steelkant naast Boda. Die balbeheer maar omgedopt wordt door onder andere Glenn Rich. Wagen die bal uitval. Aan die streeptreuze kant of aan die groentreuze kant. Die van Servantijn. Henny Becker. Robert Tokker op het afneem. Okie Oosthuizen en hij oor. Hij het om. Okie Oosthuizen valt oor voor die derde drie. Van die Springbokke en Okie Oosthuizen persoonlijk. Boerta! Wel, naast Boerta scores his second. Boucher, wat een gooi.
is naar Vrij. En een laag van de eie doellijn af. Verder in die achterlijn en aan die duskant is het Hollinson. Hij wordt geloopt. Balspad aandrang en daar komt Ivan Servontijn zijn eerste punten. Sjoor. Baie vinnig. Oorgeklapt door Thijsburger, ook die Oosthuizen. Wordt die bal teruggerol naast Boda. Dani Gerber wat recht middelveld laas breek. Laas om met hij Gijsie Pienaar en daar trek in. Die komt punten. Pienaar moet omdruk. Hij gaat omdraf. En hij het om. .33 Brad Johnson is bij. Lijkt toch of Eben Jansen om daar gaan uitgraven. Kom hij uit. Het is naast Boda. Wat weer door de gaping is met een mooi loopje en dan trek hij. En weer een pijp kan. En hij gaat zijn tweede drie druk in die wedstrijd. Naast Boda. Skop niet net. Palen toe. Zoals een machine. Hij bewijst. Line-up count as that one's won by South Africa. Oosthuizen to low. Serpentine. Willy Duplessis. Now there's newspaper pamphlets falling down across this time. You'll see them coming into the picture. Rocking ball. In goes Murray Maxted. First half, and down on the left-hand end of the ground there is a stoppage. Smoke bombs have been thrown onto Eden Park at the left-hand end of the field. Smoke bombs, flares, being an attempt to come onto the field. The game will stop. Bombs dropping onto the park. Flares dropping as well from... Are they coming from the sky or coming out of the crowd? Well, I think it's six of one, half dozen the other. Some of the flares have come from the number three stand, while others have been dropped from the plane that's flying round. Boota, Colin Beck. He's already looked good since he's come on. And now it's a chase here. Mort and Hewson. And I think Mort got there first. Mort did get there. He got there in the end. A try for Mort. He definitely got it the second time. I don't know, Graham. I think he might have got it the first time too. A try for Ray Mort. Thrown, dropped from an aircraft circling the ground. Eunice to Ray Mort, who's already got the try. Hewson coming across. Awkward bounce. Oh, and Mort's got the bounce and is in again. Well, Ray Mort by a flower bomb and it knocked him over. He's just got to his feet again. And you can see Gary Knight was struck by a flower bomb, dropped from the plane. Now, I guess that would be a tremendous thump. Sorry to interrupt there, Graham. That, I saw that happen. And meanwhile, the lecture continues with Clive Norling talking to the two captains. Going to try and spin it, get the extra man in, and back up. It's got to be a try. A converted try to win, a try to draw. Boota. He's got the bounce. Mort. That's the try. 22 all. Ray Mort's third try.